Universiteit van Nederland. Ademhalen. Een makkie, denk je. We doen het al sinds onze geboorte. Wat is er nou zo moeilijk aan? Nou, volgens vele ademgoeroes zijn er allerlei speciale technieken en is ademhalen haast een kunst op zich. Maar helpen dit soort ademhalingstechnieken echt? Dat checken we bij longfysioloog Frans de Jong van de TU Twente. Hij bevestigt dat veel mensen inderdaad verkeerd ademen. Dan zit je op 180.000, denk ik ongeveer. Dat zijn dus enorme aantallen die toch misschien beter zouden kunnen ademhalen. En ook jij kan door omstandigheden ineens minder goed gaan ademen. Dus iedereen kan wel een lesje ademhaling gebruiken. Gewoon voor het geval dat. En Frans is de perfecte man hiervoor. Hij doet al 35 jaar onderzoek naar longen en ademhaling. Enerzijds denk je, hoe kan het nou fout gaan als je hersenen het automatisch goed regelen? Hoe kan ik dan toch onbewust aan het hyperventileren zijn? Hyperventilatie, ja, daar komen we zo op terug. Ademen is iets dat vanzelf gaat, maar wat je ook direct kan sturen. Het regelen van de ademhaling is daarom ingewikkelder voor je brein dan bijvoorbeeld je hartslag regelen. Daarop heb je geen directe invloed. Je kunt gewoon zeggen, ik stop even met ademen. Of ik neem even een hele diepe teug. Probeer maar, zeg ik, zet even mijn hart stil of ik doe even een diepe hartslag. Dat kan niet. Ademhaling kan je dus enerzijds onbewust, wordt het goed geregeld, maar bewust kun je het ook beïnvloeden. Nu je dat weet, is het tijd voor een basisles, inhaleren en uitblazen. Hoe ziet de perfecte ademhaling eruit? Universiteit van Nederland redacteuren Sophia en Jake rollen hun matjes uit en krijgen ademhalingsinstructie van Frans. Nou, we beginnen met normale ademhaling. Bij normale ademhaling in rust zijn dat teugjes van 0,5 liter. Een inademing natuurlijk altijd normaal door de neus voor de filtering, de bevochtiging en de verwarming. Zo hebben we steeds 2 seconden in en 3 seconden uit voor normale ademhaling. Bij normale ademhaling doet het middenrif, je ademhalingsspier, al het werk. Die zit onder je longen. Als we inademen, dus die lucht naar binnen gaat stromen, komt het eerst verwarmd, bevochtigd en gefilterd in die eerste buis hier terecht, de trachea. En die splitst er in tweeën naar de linker en de rechter long toe. En dan splitst het zich wel meestal 23 keer door. En dan eindigt het in honderden miljoenen longblaasjes. En daar zitten bloedvaatjes omheen. Die zorgt ervoor dat dat zuurstof naar het bloed kan. Je hart pompt dat bloed met die zuurstof door je hele lijf. Want spieren, organen, eigenlijk alle cellen in je lichaam hebben zuurstof nodig om energie te produceren. En daarbij komt CO2, koolstofdioxide, vrij. En daar wil je lichaam weer vanaf. Die koolstofdioxide die doet als het ware de omgekeerde weg. Als er dus bloed vanuit je hart langs je longen komt, dan zit daar iets meer CO2 in. Dat wordt daar afgegeven en wordt vervangen door die zuurstof. En dat CO2 die adem je steeds uit en die zuurstof adem je in. Maar bij 2 groepen mensen gaat het fout. De mensen die stress hebben en de mensen die ziek zijn. 1 op de 10 heeft ruwweg een last van een longziekte, zoals de bekendste is astma. Maar COPD is er ook eentje en bij longen is natuurlijk longkanker een derde die bekend is. En van die mensen die een longziekte hebben, ja, die kunnen daardoor anders gaan ademen. Los daarvan zijn er ook mensen die bijvoorbeeld omdat ze gestrest of gespannen zijn, drukke werkdagen, hard werken, dan kun je te veel gaan ademen zonder dat je er bewust van bent. En dat zijn vaak hyperventilatie gerelateerde klachten. Die term ken je vast, maar wat is hyperventileren precies? Terug naar de cursus waar Jake en Sophia het zelf gaan ervaren. Nou, wat is hyperventileren? Of de snelle teug, of de diepe teug, of allebei. Dus dan gaan we echt. Voel je daar iets van? Wat voel je dan? Ja, ik voel wel dat ik licht in mijn hoofd word. Een beetje duizelig eigenlijk. Ja, doordat je hebt geïperventileerd, heb je te snel en te diep geademd, heb je te veel CO2 uitgeademd, zit er te weinig CO2 in je bloed. Vinden die hersenen dat niet leuk, want die meten die CO2, die zeggen dat is te weinig. Dus die knijpen ook een beetje die bloeddoorstroming naar de hersenen toe. Die zeggen, stop maar eens even met ademen. Want dan bouwt zoveel snel mogelijk dat CO2 weer op. Een CO2-tekort? Hadden we niet alleen zuurstof nodig uit de lucht? Als we ademen, zuurstof binnen, CO2 eruit, dan zijn de meeteenheden van mijn lichaam, die in de hersenen zitten, voornamelijk gevoelig voor CO2. Dus die kijken hoeveel CO2 erin zit. Zit er te veel CO2 in, zeggen ze harder ademen, diepere teugen, sneller. Zit er te weinig CO2 in, zeggen ze even stoppen met ademen.
dan bouwt vanzelf het CO2 weer op. Want zuurstof en CO2 moeten in jouw lichaam met elkaar in evenwicht zijn. Bij hyperventileren is die balans weg. Als je extreem hyperventileert, en je doet dat minutenlang, dan is het zelfs zo dat je lichaam jou laat flauwvallen. Je hersenen die meten dat, veel te weinig CO2, die laat je flauwvallen. Ja, dan gaat het vol op de volautomaat, want dan is het net alsof je in een soort diepe slaap zit. En dan neemt het lichaam die centrale meters het helemaal over en dan ga je vanzelf heel rustig ademen. En tegenwoordig zeggen we dus ook dat als mensen denken, ik word duizelig, het zou hyperventilatie kunnen zijn. Zet ze op een stoel neer, handen op de knieën voorover gebogen, desnoods leg je ze plat op de grond, dat ze niet meer kunnen vallen. Want als ze dan het bewustzijn verliezen, maken ze geen klap met hun hoofd op de vloer. Veel mensen hebben alleen niet door dat ze hyperventileren. Want zo heftig als dit, is het vaak niet. Hoe herken je hyperventilatie bij jezelf? Als je dus meestal door stress iets hyperventileert, is net als een klein beetje verhoogde hartslag, een klein beetje te snel of een klein beetje te diepe ademhaling. Maar als je iedere keer een klein beetje te veel CO2 afblaast, ja, binnen een aantal minuten is het echt zoveel geworden dat je klachten krijgt. En als eerste klachten van kortademigheid, duizeligheid, eventueel tintelingen in de vingers. Soms ook een waas voor de ogen, gespannenheid, alsof er een band om je borstkas heen zit. Er zijn heel veel klachten. En als je niets doet aan die stress, gaan ook je organen, zoals je lever of je nieren, minder presteren. Terug naar de ademhalingsles, waar een flinke teug wordt genomen. En dus inademing is dus eigenlijk al 4 seconden en de uitademing 6 seconden. Als je 1 of 2 momenten per dag de tijd neemt om bewust te ademen, kan het stress verminderen. Als het puur komt doordat jij te veel ademt omdat jij te gestrest bent, leer je rust te pakken. En als je dat heel goed kan, dan gaat jouw lichaam, als het goed is, helemaal weer zelf op naar het juiste adempatroon. Rustige ademhaling, iets minder diepe ademhaling. Krijg ook een rustige hartslag van. Gaan ook allerlei andere systemen beter werken in je lichaam. En dan heb je al die ademgoeroes met hun technieken. De techniek van snikken. Niet per se nodig. Je rust pakken is voldoende. Dankjewel Frans. Vond je het een interessante aflevering en zou je de Universiteit van Nederland een keer live willen zien? Dat kan. We komen langs heel veel theaters in Nederland. Een linkje met meer informatie staat in de beschrijving. Tot de volgende!